is inderdaad, denk ik, redelijk gelijkwaardig. Misschien Chelsea, dat zei ik, die steekt misschien iets bovenuit. Ja, dat betekent inderdaad dat je, als je dan een thuiswedstrijd hebt, ja, dan moet je resultaat gaan halen. Hè, wil je doorgaan. Trainer Erik ten Hag kende zaterdag tegen Heerenveen 2 blessuren gevallen. Donny van der Beek en Nusayir Mazraoui. Het duel tegen Lille lijkt te vroeg te komen voor dit duo. Ik ga ervan uit dat ze er niet bij zijn. Nee. En verder hebben we denk ik een behoorlijk fitte selectie. Karel Eiting traint wel mee. Ik denk, die is nog niet zo ver dat hij in de Champions League kan acteren. Maar verder is de ploeg fit. De hoofdtrainer kreeg de vraag wanneer hij denkt dat hij een vaste basiself heeft gevonden. Dat weet ik niet. Dat zal de toekomst uitwijzen. En, maar wij denken vanuit principes en ik denk niet vanuit 11 spelers. En zo denk ik al sinds mijn aantreden. En wij hebben meer dan 11 spelers nodig omdat we op 3 niveaus actief zijn. En willen we succesvol zijn tot het einde toe, dan hebben we dus een grote klikkamer nodig en meer dan 11 spelers. Een van de spelers met wie hij kan schuiven is Joël Veldman. Hij speelt dit seizoen als rechtsback en als centrale verdediger. Ja, als centrale ben je veel aan het scannen natuurlijk. En dat is ook toen zij natuurlijk met Frank de Boer daar veel aan gewerkt toen de tijd. En ja, rechtsback was natuurlijk, is het meer aanvallen, weet je. Dat is ook zo natuurlijk. Dus dat heeft ook zijn voordelen. Dus in die zin kan ik, vind ik beide posities leuk, ja. Lille is de meest onbekende van de tegenstanders in de groepfase. Ja, het is een ploeg die met 5-1 wint van Paris Saint-Germain. Het is de Franse competitie, zijn ze tweede geworden. Ja, dan zijn ze goed. En wij zijn niet per definitie de favoriet, alleen ja, wij zijn wel overtuigd van onszelf en wij lopen nergens voor weg. De fans in Amsterdam kijken enorm uit naar een nieuw seizoen op het hoogste podium. Joël Veldman weet hoezeer de supporters meeleven. Ja, mooi. Ja. Ik moet zeggen, ik kom al vanaf mijn 10e in Amsterdam. Ik ben er niet geboren of getogen, helaas. Maar dat mocht in Muiden zijn. Maar wat je zegt, vanaf mijn 10e hier, ik voel me wel Amsterdammer. En ja, dat is nu prachtig. Ik woon zelf ook in Amsterdam. En hoe dat leeft, waar je ook, of je nou boodschappen gaat doen, die honden uitlaat of met die kleine naar een parkje gaat. Ik heb altijd mensen die naar je toe komen. Hey, ga zo door. En we genieten ervan. We zijn er weer bij dinsdag of woensdag. Wanneer we dan spelen, Champions League of in de competitie. Dus ja, dat leeft enorm wat je zegt. En dat is prachtig om te zien, ja, zeker. Dit kan helemaal prachtig worden als Ajax direct wint. Want in deze pool zijn de verschillen op voorhand klein. Het is inderdaad, denk ik, redelijk gelijkwaardig. Misschien Chelsea, dat zei ik, die steekt misschien iets bovenuit. Ja, dat betekent inderdaad dat je, als je dan een thuiswedstrijd hebt, ja, dan moet je resultaat gaan halen. Hè, wil je doorgaan.